lagere school, ergens in Nederland, was er een gezin die extreem voorzichtig was met hun kinderen. Terwijl normale ouders de kinderen voor het hek afzetten, parkeerden deze ouders vlak voor de deur. Kom maar, pas op voor de deur. En hier kan het gat zijn, hè? Wel oppassen waar je loopt. Meneer Stefan, is het veilig? Ja, meneer Henk, u kunt veilig binnenkomen met uw kinderen. Oké, de kinderen komen verder. Jij de meiden? Ja, dat doe ik wel. Ja, ik vind het echt zo zielig hoe die kinderen worden behandeld. Ze hebben helemaal geen vrijheid. Ja, dat vind ik ook. Jij mag tegenover je zusje zitten. En pas maar op dat hij niks gevaarlijks bij je doet, hè. Mevrouw, ik doe nooit wat gevaarlijks. Ja, niet zo brutaal, hè. Het zijn wel mijn kinderen, daar ben ik zuinig op. Ik wil beginnen met de les. Oppassen tijdens het buitenspelen. Blijf maar gewoon binnen voor de veiligheid. Oh, dit doen ze elke dag. Ja. Wegwezen nu. Na schooltijd worden de kinderen natuurlijk opgehaald. Je kan hè? En dan mogen ze alleen tv kijken. Mam, mogen we even voor de iPad komen? Ja, tuurlijk. Eindelijk. Nee, dat spel gaan we niet doen. Dat doen we. Ja, daar zit Facebook aan. Straks gaat de gestoorde gek naar jullie. Gaat jullie hacken. Mogen we ook chatten op de iPad met een paar kinderen uit de klas? Chatten? Tuurlijk niet, jongen. Dan krijgen alle verkeerde mensen aan. Ja, dadelijk loop je met zo'n maffe gek en die wil met jou naar bed of zo. Klasgenoten vonden het zielig dat de kinderen nooit buiten kwamen en gingen langs het huis. Ja, even die bladeren weggooien, want straks kunnen al mijn kinderen eroverheen struikelen. Mevrouw, ja? We willen met uw kinderen spelen. Ja, dacht ik niet. Die komen niet buiten. Nee, jullie gaan maar buiten spelen. Mijn kinderen blijven veilig binnen televisie kijken. Buiten spelen? Dacht het echt niet. Dat is toch zielig? Ja. Echt belachelijk. Het is echt een plan bedenken. Het is een plan. Nee, ik heb er niks van, hoor. Ik ga gewoon een plan bedenken. Gisteren. Ja. Het is gewoon net een gevangenis. Ja. Plan om kinderen uit huis te krijgen. Ja. We moeten de ouders uit huis proberen te lokken. Goed idee. Hoe moeten we dat dan doen? De kinderen bespraken verschillende ideeën, maakten een tekening van het huis en hadden uiteindelijk een goed plan gemaakt. Aan die kant. Nee, daar is de deur. Ja, maar hier zit ook nog een die de stoerste kinderen uit de klas ging uitvoeren. Ja, Sonny, leg je fiets weg. Dan kan Kim met de snee in de hand. Die heb je in je hand. Ja. Ja, dan gaat iemand dan naar de deur toe om te vertellen dat ze hier ligt met de snee in de handen. Daarna gaat de rest naar binnen om de kinderen te bevrijden. Ja, kom op, ga eronder liggen. Heb jij je touw bij je? Dan gaan we nu aanbellen. Is goed. Wij bellen aan jullie. Stop jullie aan. Ja. Oké. Okay. Ik zie daar een raam. Volgens mij kunnen we zo makkelijk met de touw naar beneden. Die kan maar bellen op zo'n buitje. Ja, snel, er is iemand gevallen op de straat. Nu. Daar kan je in de sneeuw. Kinderen niet buiten spelen. Waar is het? Daar ligt het. Snel. Pas op. Oh nee. Oh nee. Til erop. Kom op, lopen. Terwijl de kinderen de ouders bezig hielden, ontsnapten de kinderen aan de achterkant van het huis met een touw. Hallo, Ole? Huh? Waar zijn de kinderen nou? Waar zijn de kinderen? Weer een briefje. Hey. Ja, wij zijn bij vrienden en we komen pas terug als we meer vrijheid krijgen. Ja, we moeten naar school. Moeten jullie naar de school? Snel, ja. Snel naar de meester. Meestal onze kinderen zijn weg. Weet je hier iets van? Heb je ze gezien? Nou, vader en moeder, misschien moeten jullie eens een keer meer vrijheid geven. Misschien moeten ze eens een keer meer doen. Dan leren ze er ook nog eens een keer wat van. Als ze meer vrijheid en ze het buiten laten spelen, leren ze daar dan van. Daar klopt echt helemaal geen sikkerpit van. Nou, misschien zijn we toch wel een klein beetje te streng geweest voor hem. Ja, misschien wel. Ik weet toevallig dat ze net bij Bart zijn blijven slapen. Misschien dat jullie hier naartoe moeten gaan en zeggen dat ze meer vrijheid krijgen. Ja, dat doen we. We gaan er nu naartoe.